Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.475 wil je altijd en overal als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News download. 14 voor 4 's middags 40 FC Utrecht heeft succesvol zaken gedaan met Heracles, de Domstedelingen nemen scout Abde Boer per. 4 over 2 's middags 8 bij Vitesse is men bijzonder blij met Chelsea huurling Mason Mount. De jonge middenvelder maakt 8 voor 2 's middags 18 Frank de Boer en José Mourinho hebben flink naar elkaar uitgehaald, maar volgens de Nederlander is 10 over half 2 's middags 94 Ajax-verdediger Joël Veldman is de vervelendste tegenstander van de Eredivisie. Althans, dat stelt 2 voor half 2 's middags 48 FC Groningen en Gerard Kemkers gaan na de officiële opening van het topsportzorgcentrum is 16 over 1 's middags 30 het Nederlands elftal traint onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman voornamelijk besloten. Pers en 4 over 1 's middags 41 Ajax trainer Erik ten Hag heeft de talentvolle middenvelder Nusair Masraoui maandag definitief. 8 voor 1 's middags 56 Giovanni van Bronckhorst loodste Feyenoord vorig jaar naar de eerste landstitel in 18 jaar. 10 over half 1 's middags 67 komende maandag traint het Nederlands elftal voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Ronald. 12 op 28.119 Het verbale steekspel tussen José Mourinho en Frank de Boer is nog niet voorbij. De Boer, door, 16 over 12 's middags 1023 Filip Cocu moet na dit seizoen vertrekken bij PSV althans, dat stelt clubwatcher Marco Timmer van. 4 over 12 's middags 342 De laatste transfergeruchten en nieuwtjes lees je elke dag op soccernews.nl. In de rubriek 11 op 52.179 Heracles wil voortaan een schoonmaakkracht meenemen naar uitwedstrijden. Die moet ervoor zorgen dat 10 over half 12 65 Ajax versterkte zich afgelopen winter met Nicolas Taljafico en daar zullen ze in Amsterdam 1. 2 voor half 12 73 Het Feyenoord van Giovanni van Bronckhorst bereidt zich voor op het uitduel tegen PEC Zwolle van 11 op 16.119 na afloop van de 1-2 nederlaag tegen Sevilla en dus de uitschakeling in de Champions League kreeg. 23 op 44.301 Het bereiken van de Champions League wordt voor Nederlandse clubs steeds moeilijker, dat weet ook. 23 op 34.152 Shakhtar Donetsk werd vanavond in Rome uitgeschakeld door een 1-0 nederlaag. In de slotfase kreeg 23 op 22.222 woensdagavond staat de volgende kraker in de Champions League alweer op het programma, want FC 23 op 11.116 de uitschakeling van Manchester United door Sevilla zojuist is met gejuich ontvangen in de 22 op 44.443 als Roma is erin geslaagd om de kwartfinale van de Champions League te bereiken, het moest van ver. 10 over half 11 s'avonds 53 Het seizoen van Manchester United zit erop. In de Premier League is stadsgenoot City oppermachtig, 22 op 37.122 Het doek is gevallen voor Manchester United, invaller Wissam Ben Yedder heeft alweer gescoord en 5 voor half 11 s'avonds 0 Feyenoord en Stadion Feyenoord hebben stellig gereageerd op berichten dat het lint afgegaan zou. 5 voor half 11 s'avonds 70 Wissam Ben Yedder stond nog koud in het veld, maar heeft nu al zijn doelpunt te pakken, de Franse. 8 voor half 11 s'avonds 22 bij Ajax werd hij verguisd en uiteindelijk weggehoond. Daarom tekende Nicolai Boylussen uiteindelijk 13 over 10 s'avonds 60 in januari jongsleden werd Peter Houtman getroffen door een hartinfarct, maar afgelopen weekend. 1 over 10 s'avonds 0 bij zowel het duel tussen Manchester en Sevilla als bij AS Roma tegen Shakhtar Donetsk stond dit na. 1 voor 10 s'avonds 0 d kleiner dan span groter dan e verwachtingen liggen straks op het WK bijzonder hoog voor onze buren uit. 11 voor 10 s'avonds 49 vanmiddag werd bekend dat Jurgen Streppel na dit seizoen vertrekt bij SC Heerenveen. Zijn contract 21 op 35.146.